Regelmatig krijgen wij de vraag hoe je nu een beetje korter kunt maken met het tokensysteem. Nou, daar hebben wij drie manieren voor bedacht en die ga ik jullie vandaag laten zien. Het advies is om een dekentje en een lakentje te gebruiken. Wij hebben dus dekentjes en lakentjes met het token. Dus onderin elastiek. Maar daar kun je nog steeds je bedje kort mee opmaken. Als jouw babytje pas geboren is, dan kun je een matrozenbedje maken. Dan pak je het dekentje binnenste buiten. Dan doe je het lakentje daar overheen. Je slaat hem dubbel. En dan ligt jouw babytje dus hier met het hoofdje. Ik zal even laten zien hoe het er dan uitziet. Jouw kindje ligt dus hier in en het hoofdje ligt hier. Zo ben je toch, heb je toch veilig kort opgemaakt en kunnen ze niet verdwijnen onder de dekentjes. Dat is dus manier 1. Op de wat koudere dagen kun je ons dekentje heel goed dubbel gebruiken. Je moet er dan wel even rekening mee houden dat de TOG dan 3,5 is. Over de TOG kun je alles lezen op onze site www.bitlofferkids.com/veiligheid. Pak eerst het lakentje. En dat trek ik op de gewenste hoogte. En vouw ik hem op. Vervolgens pak ik het dekentje. Die gaan we binnenste buiten gebruiken. Dus je trekt hem binnenste buiten. Zet hem ook om de hoeken. Steeds profijt van het tuck-in systeem. En dan ligt je babytje weer hier met het hoofdje. Gaan we even aan jullie laten zien. Zo heb je je bedje dus kort opgemaakt en ligt je kindje dus hier met het hoofdje. Als je hem nog korter wil, dan kun je hem natuurlijk nog wat verder naar beneden trekken. En dan hebben we nog de derde manier. Je pakt weer het dekentje en het lakentje. Je het lakentje er weer in. Je pakt hem bij de hoeken. Trekt het dekentje erop. En je trekt hem op de gewenste hoogte. Dus dit is ook goed te gebruiken bij de wat oudere kindjes die alweer wat hoger liggen. Je tilt het matras op. Het dekentje vouwt je heel makkelijk om het matrasje. Voor de hoek heb je gewoon heel makkelijk al het midden van het dekentje. Dat je nog steeds geen pot met bedgoed onder je matrasje. En heb je het ook mooi strak opgemaakt. Ik zal hem weer even aan jullie laten zien. Dit is ons Believe One Grey dekentje en hoeslakentje. Gecombineerd met een wit lakentje. Zo is het dus enkel opgemaakt.
Ik hoop dat jullie er iets aan hebben. En als jullie nog vragen hebben, dan schroom vooral niet om die aan ons te stellen. Doei!